De legging voor de leeuw. In de liefde, voor de liefde. Het is weer mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. De informatie daarvoor vind je in de beschrijving onder de video. We gaan kijken wat er aankomt voor je in de liefde. Voor de leeuw. Dat is toepasselijk. De koning van staven. En de pentakels 2. Is liefde. En een hele mooie liefde. Vol met vuur en passie. En echte liefde. Het is iemand die heel goed bij je past. Alleen, er komt een maar. Er is iets wat tussen jullie in staat. En het kan echt van alles zijn. Misschien is een van jullie heel erg druk met werk. Te veel werk en te weinig leuke dingen. Ik denk dat er niet veel tijd is om elkaar te zien. Dus jullie zien elkaar ook haast nooit. Jullie hebben wel contact. Dat zeker wel. En dat zal vooral via de telefoon zijn. Dus appjes. Misschien af en toe een belletje. Maar ik denk vooral appen. En elkaar zien, dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. De bekers 9. En de schildknaap van pentakels. Eigenlijk zit je continu maar te wachten op een bericht van deze persoon. Als er ook maar iets van communicatie komt, dan ben je super blij. Dat is eigenlijk alles wat je wil, de hele dag, elke dag. Het liefst zou je deze persoon elke dag zien, elke dag spreken. Dat gaat niet, dus het is nu elke keer wachten op een appje of op een teken van leven. Je stuurt zelf ook dingen, berichtjes. En
is allemaal wederzijds. Jullie zijn net van die verliefde tieners. Jullie willen elkaar graag spreken, graag zien. De heremiet. En justice. Er is iets waar je nog mee bezig bent. En ik zei net werk, maar het zou een eerdere relatie kunnen zijn, waar je nog niet helemaal los van bent. Ik zie dat je wel heel veel nadenkt over wat je precies wil en wat je moet doen. En ja, ik denk dat het voor sommigen van jullie inderdaad geen werk is, maar een relatie die nog tussen jullie in staat. Tussen jou en die nieuwe liefde waar je zo graag bij wil zijn, op wie je verliefd bent. Maar ik zie dat je eruit komt en waarschijnlijk al uit bent. Dat je weet wat je wil. Want je wil die nieuwe liefde. En datzelfde geldt voor de mensen voor wie het werk ertussen staat. De keuze is gevallen op de nieuwe liefde. De zegenwagen. En de dood. Ja, er gaan wat dingen veranderen. Nu je die beslissing hebt genomen, gaan er wat dingen veranderen. Alleen al het maken van een beslissing zorgt ervoor dat er, ook al is het onbewust, dat er kleine acties gaan volgen. Omdat jij voor jezelf hebt besloten wat je wil. En ook al ga je er nog niet naar handelen, wil je eigenlijk nog niet dat er iets gaat veranderen. Dat alleen al doordat je in je hoofd daarmee bezig bent en dat je eigenlijk weet wat je gaat doen, dat alleen al zorgt ervoor dat je kleine dingetjes toch al gaat veranderen. En ook al is het onbewust. En dat is dus alleen maar goed, want dat gaat ervoor zorgen, dat gaat jou een beetje helpen om de juiste stappen te nemen. En die veranderingen zijn goed. Het komt je allemaal ten goede. De duivel. De koning van kelken. En de keizerin. Jullie willen zo graag bij elkaar zijn. Het wordt een soort obsessie. En dat zal alleen maar erger worden. Net zo lang eigenlijk tot je die stap neemt. Hou gewoon contact met elkaar. En jullie zouden elkaar zo gelukkig maken. En er zit zoveel liefde in. Voor jullie allebei. Jullie willen elkaar zo graag. En jullie gaan elkaar zo gelukkig maken.
Er ligt hier echt een super mooie toekomst voor jullie samen. Echt heel erg mooi. Met zoveel liefde en geluk en alles wat je je maar kan wensen. Jullie maken elkaars leven beter en jullie maken elkaar zo gelukkig. En dat komt helemaal goed.